Super leuk, dus kijk eens een nieuwe video. Vandaag heb ik een nieuwe video voor jullie. Vandaag heb ik weer een shoplog voor jullie. Want ik hou van dingen kopen. En ik heb heel misschien een shopverslaving. Dus dat wil ik graag met jullie delen. Ik hoop dat je de video al leuk vindt. Doe alvast een blauw duimpje omhoog. En dan gaan we nou maar snel beginnen. Als eerste wil ik zeggen, sorry voor het feit dat mijn stem echt verkrekt is. Maar ik ben opeens mega verkouden. Sorry voor het weer. Want zoals je ziet krijg ik nou opeens zon in mijn wangen en zie ik helemaal niks meer. Ah, dit is niet gepland ofzo. Maar het stormt buiten. De zon is in mijn oog aan het schijnen. Hij is nou ook alweer weg. Sorry dat dit vaker gebeurt. Het stormt buiten. Welkom in Nederland. Ik kan er niet heel veel aan veranderen. En ik wil toch graag deze video opnemen. En dan gaan we nou echt snel beginnen. Ik wil als eerste beginnen met de kleding. En ik ga dus als eerste beginnen met de Go Britain. En bij de Go Britain heb ik dit Levi's shirt gekocht. En dan denk je misschien, Jalisa, maar deze had je toch al? Ja, dat klopt. Maar die was oud, lelijk en volwassen. En ik wilde graag een nieuwe, omdat ik deze gewoon super mooi vind. Ik vind hem fijn zitten. Hij is lekker basic. Dus ik heb deze opnieuw gekocht. Deze heb ik dus bij de Go Britain gekocht. En hij is van de Levi's. En ik ben hier heel erg blij mee. Dus deze. Dan ben ik bij de Primark, ik weet niet hoe je het wil noemen. In ieder geval daar heb ik deze polo gekocht. Ja, ik weet niet. Ik had gewoon in één keer in mijn hoofd. Ik wil iets nets. Ik wil een polo. En ik vind deze polo heel erg mooi. Hij is wel heel netjes. Als ik hem aan heb, vind ik zelf. Het kan zijn dat je deze voorbij hebt zien komen op mijn Snapchat. Want ik heb hem ook in mijn Snapchat gezet toen ik hem heb gekocht. Ik vind hem wel heel erg leuk staan. Dus daarom kon ik hem niet laten liggen. En ik vind zowel de streepjes heel erg mooi. En ja, hij is gewoon super basic. Hij zit basic. Kan daar? Zit het basic? Geen idee. Hij komt van de mannenafdeling, of course. Zoals bijna al mijn kleren. En ja, er is niet heel veel over deze polo te zeggen. Het is gewoon een simpele polo met strepen van de Primark. Dus deze. Dan heb ik bij de Bershka een broek gekocht. En ik vond dit soort broeken altijd al heel erg leuk en mooi. Maar ik had nooit echt iets gehad van, ja, die ga ik eentje passen. En bij Kruidvat hebben we wel broeken met zakken aan de zijkant. Dus ik weet wel een beetje hoe die staan, hoe ze, zulke broeken staan, zeg maar. Maar ik heb gewoon nou een strakke skinny jeans. En dit is een cargo jeans, of weet ik veel hoe je het wil noemen. Met van die zakken aan de zijkant. Hij ziet er een beetje volwassen uit. En dat hoort ook zo. En er zit dus een ketting aan. En dat vind ik zo cool aan deze broek. Hij heeft ook geen rits. Hij gaat dicht met 4 knopen. Dat is wel heel erg wennen, want ik kan er niet goed mee omgaan. Deze broek is dus van de Bershka. En hij is heel erg stoer. Ik vind hem heel erg leuk. En aan beide kanten zitten dus van die zakken aan de zijkant. Ik vind hem gewoon heel erg stoer. Heel erg mooi. Ik vind hem super leuk staan. Als je mij op Insta volgt, doe je dat nog niet. Volg me even. @hetgekkespookje. Daar heb je deze broek al voorbij zien komen. En ik vind hem echt mega cool staan. Dus deze broek van de Bershka. Dan gaan we nu door naar het Kruidvat. En ik ga alvast een klein disclaimer geven. Wat ik aan jullie ga laten zien van het Kruidvat is echt niet alles wat ik heb gekocht. Want ik zweer het je, ik koop denk dagelijks daar dingen. In ieder geval in iedere dag dat ik moet werken, koop ik wel iets. Ik kan nooit een dag niet iets kopen daar. Dus dit is niet echt alles wat ik heb gekocht bij het Kruidvat. Maar als ik denk een shoplog moet maken van het Kruidvat alleen, ben ik al 40 minuten bezig met praten over dingen die ik heb gekocht bij het Kruidvat. Dus ik laat alleen maar de dingen zien die leuk zijn om te laten zien. In mijn ogen. Als eerste bij het Kruidvat heb ik dus deze Puma trui gekocht. En hij is lekker basic. Hij is gewoon zwart. Met het Puma logo erop. Ik vind hem echt heel erg mooi. En hij staat ook super leuk. Deze staat ook al op mijn Insta. Dus als je me nog niet volgt, volg me even. Ga hem checken. Hele leuke foto. Dat is ook mijn profielfoto op Facebook volgens mij. Met deze trui. Ik vind hem heel erg leuk, de trui. Basic, stoer. Zit hartstikke lekker. Dus deze trui van Puma. En deze heb ik dus gekocht bij het Kruidvat. Dus deze. Om in het Puma thema te blijven, heb ik ook bij het Kruidvat Puma schoenen gekocht. Deze Puma schoenen staan deze week in de folder als het goed is. En het zijn deze Puma schoenen. Ik vond ze gewoon super leuk. Ik zag deze in de folder en ik dacht, ja, deze worden van mij. Nou ben ik best wel lastig met maten. Van schoenmaat bedoel ik, want van mijn Vans heb ik 37. Al mijn Nike zijn 39.
Van mijn fila's heb ik ook 39. En van andere schoenen heb ik weer 38. Het scheelt zeg maar tussen de 37 en de 39. Dus dat is best wel een groot verschil. Ik wist ook niet welke maat ik moest bestellen. En ik heb de platform suede zwart zilver. Want hier is het Puma logo is zilver. En hier is het zilver. En ik heb deze in de maat 38,5. En ze zitten eigenlijk prima. En bij mij scheelt één voetmaat echt een hele maat, zeg maar. Mijn ene voet is zeg maar, laten we zeggen, 38 en de andere is 39. Dus één schoen is heel erg groot en de andere zit echt perfect. Ik heb er ook in beide schoenen een zoltje in gelegd. Eigenlijk moet er maar eentje eruit halen. Omdat maar één schoen niet nodig is. Zo, ik praat echt onzin en heel erg veel. Sorry daarvoor. In ieder geval deze Puma schoenen. En deze heb ik dus besteld op kruidvat.nl. Ik vind ze heel erg cool en leuk. En ze zijn suede. Ze hebben dus een platformzool. En ja, ik vind het gewoon super coole schoenen. Dus deze schoenen van Puma. Dus deze. Verder bij het kruidvat heb ik nog een parfum gekocht. Want ik heb ook nog niet genoeg parfums. En dat is deze. En het is de Guess Selective Home Blue. En deze vind ik super lekker ruiken. Anders had je hem niet gekocht. Ik heb ook de normale Guess Selective. Dat is deze. Tadaa, dat is deze. En daar ging de doos. Dit is de normale Selective Home. En dit is dus de Guess Selective Home Blue. Deze ruikt sterker dan deze, vind ik. Ik vind deze op dit moment lekkerder, maar deze vind ik ook lekker. Het scheelt heel erg per dag welke parfum ik lekkerder vind. Op dit moment gebruik ik heel erg veel deze. Maar zoals je ziet heb ik deze ook een hele lange tijd gebruikt. En ik heb te veel parfums, dus ik kan letterlijk iedere dag een andere parfum opdoen. In ieder geval heb ik deze parfum gekocht bij het kruidvat en deze ruikt super lekker. Dus deze Guess parfum. Dan heb ik nog een paar schoenen gekocht bij Zenza schoenen. En dat zijn deze schoenen. Deze. Ik vond deze wel heel erg cool. Deze zag ik staan. Zenza schoenen, ik weet niet of het overal zit. Het is bij ons in de stad een heel erg klein winkeltje wat er echt pas 2-3 weken zit. En ik was met Sam in de stad en wij liepen daar gewoon voor de leuk naar binnen. En toen heeft Sam schoenen gekocht en ik heb deze schoenen gekocht. Dit is verder geen merk. Ik denk dat het namaak is van, hoe heet het die schoenen? Balenciaga's? Kan dat kloppen? Geen idee, dat dachten Sam en ik in ieder geval dat het namaak waren. Dit is verder ook geen merk of zo, maar ik vond deze wel heel erg cool. En ik kon ze niet laten staan, dus ik heb deze schoenen ook gekocht. Dus deze. En voor als laatste heb ik het duurste bewaard. En dat is deze Lenovo laptop. Ja, ik heb een nieuwe laptop gekocht. En dat is deze Lenovo laptop. Dit is een Lenovo laptop mini, geloof ik. Nu denk je vast wel van, Jalisa, maar je had toch een laptop? Wat is daar mis mee? Ja, dat klopt. Ik had een laptop. Die laptop heb ik volgens mij gekocht met mijn 12e, 13e verjaardag. Geen idee. Dat is een hele grote. Dat is volgens mij bijna 2 keer dit, volgens mij. In ieder geval, ik had een hele grote Lenovo laptop. Die heb ik nog steeds. Alleen, ik heb er eigenlijk vanaf het begin af aan problemen mee gehad. Hij pakt de wifi niet goed. Hij kan niet heel lang zonder accu. En hij is sloom, hij is traag. Hij wil de updates niet fatsoenlijk uitvoeren. Hij geeft steeds errormeldingen. En ik heb mijn laptop gewoon nodig voor school. Dus daar kan ik echt niet mee leven. Dus heb ik besloten dat ik een nieuwe laptop heb gekocht. En ik heb dus deze gekocht. En om specifiek te zijn is dit de Lenovo IdeaPad 120S-11IAP. En hij is van Lenovo. En deze heb ik besteld bij Mediamarkt. En hij was er echt, volgens mij, binnen 2 dagen. Hij geeft heel helder beeld. En hij ziet er zo uit verder. Hij is gewoon zilver. Met een donk space gray randje eromheen. Hij heeft een camera. Ja, niet heel veel bijzonders over te zeggen. Hij is gewoon super klein. Hij is super simpel. En ik ben hier heel erg blij mee. Ik heb tot nu toe nog geen problemen mee gehad. Ik ga hier nog een review over geven als ik hem vaker heb gebruikt. Want ja, dat leek me handig. Want ik heb ook heel veel reviews opgezocht toen ik deze ging kopen. En mij viel het vies tegen over hoeveel reviews erop YouTube staan of überhaupt op internet over laptops. Dus ik ga hier nog een review over geven. Dit is in ieder geval de Lenovo IdeaPad 120S-11IAP. En ik ben hier super blij mee. Dus deze Lenovo laptop.
En dan was dit alles wat ik de afgelopen tijd heb gekocht en jullie wilde laten zien. Ik hoop dat je de video leuk vond. Doe dan vooral een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Hier beneden als je het niet hebt gedaan. En dan zie ik jullie bij de volgende video weer. Doei doei!